Je hebt een idee voor een app, maar is het een goed idee? We gaan er in 2 minuten achter komen in deze video. Hoi, ik ben David van der Loo. Ik ben oprichter van appspecialisten en sinds 2011 in de markt van de apps. Ik heb gezien dat er heel veel apps geen succes worden, maar als je de juiste dingen doet, kun je dat wel erbij horen. Nou, ik ga ervoor zorgen dat jij wel bij dat kleine percentage gaat komen van apps dat een succes gaat worden. Nou, dat gaan we vandaag in eerste instantie doen door je idee te testen. Oké, hoe gaan we de idee testen? Dat doen we eigenlijk door een heel simpele grafiek. We zetten eigenlijk op de horizontale as neer hoe goed jij bij je idee past. En dan ga je op een schaal van 0 tot 100 bepalen hoe goed jij vindt dat het idee bij jou past. Dus ben je echt gepassioneerd ervoor? Is het jouw missie, je levensdoel geworden? En misschien nog meer, is het iets waar je bijvoorbeeld veel kennis van hebt of verstand van hebt of bij jou past op een manier? Nou, dat ga je bepalen op een schaal van 0 tot 100. Dan de volgende as die we gaan bepalen, dus verticaal, is hoe goed jouw idee past bij de markt. Oftewel, hetgene wat je hebt bedacht, zitten mensen daarop te wachten. En dan bedoel ik dus niet, ja, ik vind het een goed idee of leuke meningen. Nee, waar we echt op zitten te wachten is het meten daarvan en zien of dat tot een succes komt. Dus 2 dingen gaan we bekijken. 1. Past je idee bij het gedrag van mensen? Is dit iets dat mensen nu al doen, dus wat past bij het hetgeen wat er al gebeurt? Kun je het gedrag verappen of verzin je iets heel nieuws? Ja, dan score je laag. Tweede waar je op let is, los je daadwerkelijk een groot probleem op? Dus hetgeen wat je gaat doen, is dat leuk voorbij, een mooi aardigheidje, of echt iets wat mensen echt nou, fantastisch vinden, waar ze van wakker liggen en wat ja, ze bereid zijn natuurlijk om veel moeite voor te doen om te gaan downloaden en door te gaan vertellen. Nou, scoor je beide hoog, dan scoor je ook hoog richting de 100. Nou, nu heb je dat grafiekje staan met dus horizontaal en verticaal. En we gaan natuurlijk kijken dat we de beste ideeën vinden. Die zitten natuurlijk rechtsbovenin. Daar zitten de beste app-ideeën. Nou, wat ga je nou doen als je daar niet zit of als je halverwege zit? Nou, stel je zit linksonder, ja, dan heb je misschien niet zo'n goed idee. Dan moet er nog heel veel werk gebeuren. Maar zit je bijvoorbeeld linksboven, dan moet je een invalshoek vinden om jezelf te motiveren voor het idee. Of om meer te leren kennen van de markt waar je naartoe gaat. Nou, dat kan gewoon zijn door mee aan de slag te gaan of er meer over te lezen. Dat kan al vaak heel erg helpen. Zit je nou rechtsonder? Ja, dan moet je dus eigenlijk meer gaan kijken naar hoe kan ik mijn idee aanpassen op de markt? Hoe kan ik het aanpassen op het gedrag dat mensen hebben en de problemen die ze ervaren? Nou, ga dan niet zelf denken dat je het weet, maar ga met de mensen praten. Ga echt erachter komen, wat doen mensen die dit straks gaan gebruiken, doen ze nu al? En wat zit tussen het bestaande gedrag en de problemen en hoe kan ik die gaan oplossen? Nou, zo heb je dus eigenlijk een manier om te zien hoe goed is mijn idee, maar ook om daarmee om te gaan. Wat ik als laatste nog geef is de volgende stap, zoals beloofd. Dat is namelijk de app-idee scan. Dat is een bord waarin je eigenlijk veel dieper kunt zien hoe goed je app-idee is. Bijvoorbeeld dus op ja, het verdienmodel en op financiering. Ja, hoe ga je daar naar achter komen hoe dat voor je idee werkt? Mooie volgende stap. Dit bord gebruik ik veel met mensen, maar stuur ik jou gratis toe. Het enige dat je hoeft te doen is even je naam en je e-mailadres onderaan dit artikel in te vullen. En dan krijg je dit als pdf toegestuurd. Vond je dit nou een interessante video? Abonneer je dan eventjes, want volgende week heb ik weer een goede video voor jou. Tot volgende week!